Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal van vandaag, vrijdag 11 februari. Op de verschillende intensive care units worden er momenteel aan 14 patiënten intensieve zorg geboden. En in de zorginstellingen landelijk worden er 80 mensen verzorgd. Internist-intensivist Bernardo Panca ging tijdens de persconferentie in op de situatie in de verschillende ziekenhuizen. Hij is ook woordvoerder van het Outbreak Management Team. Ik kan u voor kort de stand van zaken geven in de ziekenhuizen. Momenteel liggen op de verschillende afdelingen in de ziekenhuizen landelijk zo'n 80 patiënten totaal op de verpleegafdelingen. En op de intensive care liggen er vandaag ongeveer 40 patiënten op de intensive care. Nog steeds inderdaad een iets te hoog aantal als je let op de beschikbare capaciteit die we hebben. En niet alleen bij de aantal en mensen die zorg kunnen bieden, maar ook medicatie, etc. Een verhaal dat al sinds het begin van deze epidemie werd benoemd, werd besproken en dat onze zorgcapaciteit altijd onder druk heeft gestaan. De internist heeft goede hoop dat er heel gauw verandering zal komen in het aantal ziekenhuisopnames. Maar dat ligt geheel aan het gedrag van de burger, zodat we weer ons sociaal leven kunnen oppakken. Men moet ook weten hoe om te gaan als iemand besmet is. Vandaar dat de Mohana-maatregelen nog steeds toegepast dienen te worden. Hopelijk, en we hebben goede hoop, dat in de nabije toekomst de situatie wat betreft het aantal ziekenhuisopname met betrekking tot COVID kan gaan dalen, maar dat zal sowieso afhangen van ons eigen gedrag. En daar is waar we ook steeds meer verandering aan moeten aanbrengen. We moeten weten hoe we moeten omgaan als we zelf besmet zijn of potentieel besmet kunnen zijn. Dat we altijd die maatregelen in acht blijven nemen, klinkt cliché, maar het is nou het belangrijkste dat we ons veilig zal houden. En daar wil ik ook gelijk doorgaan. Niet alleen letten naar ja, wat impact het heeft op de ziekenhuisbezetting. Maar dat ook, kijk naar ons een leven, het sociaal leven, dat we dat weer kunnen gaan oppakken. En het zou wel mooi zijn als binnen het OMT-verband er momenten zou kunnen komen waarbij de restricties zoals we die hebben gehad afgelopen maanden en ja, jaren ondertussen. Als we nu langzaam maar zeker ook weer die restricties enigszins kunnen gaan doen, verminderen. Waarbij het sociaal leven veel beter tot zijn recht komt. Met een evaluatiepauze van bijkans 1 maand worden de reguliere persconferenties weer gehouden. Maar ditmaal met een nieuw tintje. Angela van der Kooijen is lid van de stuurgroep Communicatie en zij geeft aan hoe de persconferenties in het vervolg zullen plaatsvinden. De komende periode zullen wij roleren tussen de persruimte van het kabinet van de president en verschillende buurten. De reden dat wij dit doen heeft er allemaal mee te maken dat wij meer in contact willen zijn met de burgers en één op één gesprekken willen voeren. In de komende periode zullen wij dus de wijken aandoen voor een persconferentie. En ons gezelschap zal vergezeld zijn van een mobiele unit en zorgpersoneel dat meteen informatie kan verstrekken en indien gewenst vaccinaties kan toedienen. De persconferenties krijgen dus een ander karakter en zijn dus elke donderdag om 5 uur. De bedoeling van de persconferenties in de verschillende buurten is dus bedoeld om de gemeenschap aldaar makkelijker te bereiken om zodoende de juiste informatie over het vaccineren te verschaffen aan de bewoners. Ook zij worden in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen aan de deskundigen. Nog minimaal 200.000 burgers dienen gevaccineerd te worden tegen COVID-19 en dat is een enorme grote groep. Het is heel verontrustend dat er dagelijks meer dan 2 personen overlijden aan de gevolgen van COVID. En dat is enorm veel voor een bevolking als Suriname. Vandaar dat er nog steeds opgeroepen wordt zich te laten vaccineren. Maar ook dat men zich houdt aan de nog steeds geldende maatregelen, de Mohana-maatregelen. Dagelijks overlijden minimaal 2 personen aan het COVID-19-virus. En dat is voor een kleine gemeenschap als Suriname erg veel. Nog minimaal 200.000 burgers dienen gevaccineerd te worden om het COVID-19-virus te beheersen. De nationale protocollen die gelden dus nog steeds.
Mohana, voldoende ventilatie en uiteraard thuisblijven als men positief is getest. Het komt nog te veel voor, zeker bij de Omicron variant met milde symptomen, dat burgers over straat gaan en anderen willens en wetens besmetten. Een ander belangrijk punt zijn de sneltesten die men thuis zelf doet. Hou er rekening mee dat indien u in contact bent geweest met iemand die besmet is met het COVID-19-virus en u dus symptomen heeft, dat u dus ook een swabpost bezoekt. Niet iedereen gebruikt namelijk ook de sneltesten op de juiste manier, waardoor de uitslag niet vasthoudend is. Voor advies kan er altijd contact op worden genomen met je huisarts of met de BOG-hulplijn 178. Volgens Dr. Javier Assin mogen wij als Suriname trots op zijn dat we ondanks de kwetsbare positie waarin we ons als land in bevinden, we er wel in geslaagd zijn vaccins aan ieder aan te bieden. Vergeleken met een jaar geleden zit Suriname in een beschermde positie vanwege de vaccinaties die nu gratis geboden worden. Wij hebben ook een andere beschermde status als een jaar geleden. Er zijn veel meer mensen gevaccineerd, we hebben zelfs boosters nu. En waar ik wel trots op ben, niet omdat ik het heb gedaan, maar als Surinamer en als Suriname, is dat we er ondanks onze kwetsbare positie wel in geslaagd zijn om het vaccin aan iedereen aan te kunnen bieden. Ja. Zelfs een vrije keuze te kunnen geven en het op heel veel plekken beschikbaar te hebben. Ja. Je ziet dat er eisen worden gesteld internationaal. Je ziet dat we dus nu ook door deze vijfde golf relatief goed komen. Dat is te danken aan het virus dat wat milder is. Maar ook aan het feit dat we er met z'n allen in geslaagd zijn om een bepaalde beschermde status te hebben. Het is niet voldoende. Het is niet voldoende voor de toekomst. Maar let's count our blessings. Weet je, het is altijd maar bashen en altijd negatief. Ik zie het nu ook weer in de media, maar er zijn ook wel dingen die we goed doen. Okay. Waarom zijn er nog maatregelen als een ieder erop losgaat? Mensen die zich ook niet meer storen aan de Mohana-maatregelen. Ook dokter Javier Assin stelt zichzelf de vraag. En dat terwijl er wel mensen zijn die alle maatregelen goed in acht nemen. Wat men moet begrijpen is dat het virus gezien moet worden als een spiegel van ons gedrag. Het virus slaat toe wanneer wij als samenleving ons niet houden aan de maatregelen. En ik heb zelf ook die gedachte van ja, weet je, als iedereen er maar op losfeest, heel gechargeerd. Mm-hmm. Maar als niemand zich iets aantrekt van de maatregelen die er zijn, waarom hebben we dan nog maatregelen? Als maatregelen er zijn en ze worden niet gehandhaafd, zijn we dan niet mensen die zich wel aan de regels houden, onnodig aan het benadelen. Dus die gedachte kan ik me wel voorstellen. Tegelijkertijd kijk je dan naar het buitenland, je kijkt naar Denemarken, inderdaad. Mm-hmm. Heleboel los. Het is nu een griepje Spanje, het is nu een griepje Engeland. Boris Johnson die heeft vuifjes thuis. En, ja. Weet je, dus het is dat wereldleiders zich onttrekken van aan de maatregelen, dat is niet, dat is de orde van de dag. Dus maar kijk, het virus heeft geen hersenen. Het virus heeft geen emoties. Ja. Weet je, dus we dichten het wel allerlei eigenschappen toe. Maar het virus, het virus is eigenlijk de spiegel van ons gedrag. Ja. Dus wanneer wij onze emoties laten vrijlaten, wanneer wij moe zijn van het virus, wanneer wij het allemaal onzin vinden, dan slaat het virus toe. Nee. Niet omdat het virus dat bedacht heeft, niet omdat het virus zo slim is, maar omdat wij het toelaten. Omdat wij het weer zo ver laten komen. Denemarken schrapt volgende week alle binnenlandse coronamaatregelen, ondanks de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen. COVID is geen gevaar meer voor de samenleving, is de boodschap. We nemen afscheid van beperkingen en verwelkomen het leven zoals we dat voor corona kenden, zei premier Mette Frederiksen. In Denemarken ligt de vaccinatiegraad boven de 85% van de totale bevolking.
Imagine a long time ago in a galaxy far, far away, where the term super spreader event has no meaning. Welcome to Denmark, the land that's dropped all of its COVID restrictions. Social distancing? So long. Face masks? Forget about it. But if you thought COVID had disappeared, think again. The Scandinavian nation has one of the highest levels of the Omicron variant in Europe. But that's not stopping Prime Minister Mette Frederiksen. If you ask me for just one answer, why and how are Denmark able to lift up restrictions? It is because of the vaccines. In Suriname is nog niet eens 50% van de samenleving gevaccineerd ten opzichte van de landen die al de maatregelen opheffen zoals in Denemarken. In die landen ligt de vaccinatiegraad boven 85% van de totale bevolking. In Suriname hoeven wij niet stoer te doen. Kijk, Denemarken heeft de maatregelen vrijgelaten en ze zijn wereldkampioen besmettingen geworden. Ja. Het is talk of the town, of the world. Denemarken heeft sky high besmettingen. Maar het valt nog redelijk mee als het gaat over intensive care opname en zieken, overlijden. Ja, okay. Ze hebben het wel, maar ze accepteren het. De vraag is of wij dat zouden accepteren. Mm. Weet je, dus Scandinaviërs zijn anders dan Surinamers. En wat je niet uit het oog moet verliezen is, al die landen die het loslaten, die hebben een vaccinatiepercentage van boven de 85%. Ja. Kunnen we ons absoluut niet mee vergelijken. Ja. Om twee redenen niet. We zitten op 50%. Dat is veel te laag om stoer te doen. En het andere is, we hebben een zorgsysteem dat veel kwetsbaarder is dan de landen waar we nu naar kijken. Denemarken, Spanje, Engeland. Ja. Willen wij terug naar ons sociaal leven? Willen we terug naar die normale warme brasa's? Willen we ook af van de mondkappen en willen we ook af van de angsten om besmet te raken? Het enige dat gedaan kan worden is je te laten vaccineren. We hebben allemaal als kind heel wat vaccins gehad en we leven nog zonder enige complicatie van een vaccin. Waarom dan angsten hebben van dit vaccin? We luisteren te veel naar mensen die heel wat fake news verspreiden over het vaccin, maar ook over COVID. Er zijn weer mensen die uit stoerdoenerij besluiten zich niet te laten vaccineren. Wel, ik kan u zeggen, bij het COVID-journaal kennen we ook mensen die zich niet wilden laten vaccineren. En die zijn ernstig ziek geworden en mensen zijn zelfs overleden eraan. Ga zo snel als het nog kan jouw prikje halen. We gaan eruit voor vandaag en wens ik u een fijn en veilig weekend toe. Be safe.